Hallo kijkers. U ziet iets moois achter me. U ziet ook mensen achter me. Wat praten ze over? Is het over vriendschap? Ik denk het wel. Is het over eenzaamheid? Dat is er ook natuurlijk. Er is nog veel meer. En wat ze vertellen? Misschien komen we daarachter. Kijk met ons mee. Hier in Overvecht. Nou, in kader van Week tegen de Eenzaamheid staan we met de vriendschapsprank en een bloemeninstallatie op verschillende locaties in Utrecht om mensen aan te moedigen om de connectie aan te gaan met elkaar. Ik zie hier eigenlijk, ik loop hier regelmatig rond, ja, veel ouderen zitten hier op een bankje. Die vinden het blijkbaar leuker om hier te zitten dan thuis. Ik denk dat er gewoon best wel veel eenzaamheid hier in de wijk is. Ja, zodoende dit initiatief kwam gewoon op ons pad. Ja, dan is dat snel ja zeggen. Het zal je verbazen, maar in Utrecht is 48% boven de 18 eenzaam. Of heeft zich eenzaam gevoeld. En dat is de reden waarom ik eigenlijk mensen toch aan wil moedigen om... Ja, voor de bewustzijn, voor eenzaamheid, om dat te creëren, maar ook om verbinding met elkaar aan te gaan. En dat kunnen ze doen aan de hand van gesprekstarterskaarten. En ik heb kaartjes, dat zijn de vragen wat de mensen krijgen. Zoiets van, wat was de laatste keer dat je hardop moest lachen? Ik weet het niet, maar ik zag dat mijn buurvrouw van de trap afging. Nee, dat vind ik niet leuk om te horen. Maar wat vond je het leukst op de vak op school? Ik was altijd tekenen, maar ja, ik was altijd de leukste op school. Wat doe je dan? Je gaat gewoon achter de microfoon staan en je gaat gewoon voor u in de wijk werken. Vriendschap betekent voor mij dat je voor elkaar klaarstaat in de goede en de slechte dagen. En dat... cliché antwoord, maar dat is het wel eigenlijk. Maar wat heb jij als vriendschap gedaan? Wat ik persoonlijk heb gedaan, ik heb er altijd voor gezorgd dat ik klaar stond voor mijn nabestaanden, dus voor mijn vrienden en familie. En dat ik altijd het beste wilde doen voor ze uit goede intenties, nooit uit slechte intenties. Ik heb me persoonlijk nooit eenzaam gevoeld, omdat ik altijd samen met mijn moeder en mijn broer was. Echt vanaf kleins af aan en nu nog steeds. Dus ik heb me nooit eenzaam gevoeld. Wat we eigenlijk proberen te doen is diverse doelgroepen te benaderen of te bereiken. En ze eigenlijk voor bewustwording met betrekking tot eenzaamheid. Het is wel de bedoeling dat als mensen een code scannen, hier zo, achterin of daar. dat ze in een vriendschapsgroep terechtkomen op WhatsApp. En de bedoeling is dat we aan het eind van het jaar een diner met ze gaan organiseren. Zodat ze op eigen manier in verbinding kunnen komen met elkaar. In plaats van hier zo in het openbaar gesprek aan te gaan.